Eruit, jongen. Hallo? Hallo? Hm? Wat is er? Wakker worden. Iedereen is aan het ontbijten, man. Ontbijt? Waar ben ik dan? Oh. Ja, jongen, jij was lekker aan het slapen. Iedereen is al wakker. Kom. Ik zal nog lekker in dromen dan. Wat is er? Opschieten. Kom. Waar moet ik heen dan? Wat? Ontbijten. Kantine. Ja, Oh ja, oké. Prima. Oh shit, dat is Niels. Ah, fuck, oké. Okay. Paulus! Yo, shit. Ja. Ja, jij hebt wat uit te leggen, of niet? Ja, laten we eerst maar zitten, denk ik. Ja, zullen we even gaan zitten, lijkt me slim, ja. Heb je een mooie tafeltje gereserveerd, of? Nou, gereserveerd, ik weet niet wat je gereserveerd noemt, maar ja. Nou, vertel het mij, jongen. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, want het is compleet fout gegaan. Vind je? Ja, dat vind ik ook, ja, ja. Ja, maar... Ik heb nog gezegd tegen jou, let op die gijzelaar. Ik heb gezegd, je moet hem echt niet vergeten. Dat ik ga naar de chest kijken. Jongen. Het was jou... Ja. En ik keek in die chest en jij keek er ook in een keer. Ik dacht, jij let wel op. Ja, dat dacht ik dus precies andersom bij jou ook. Dat is niet handig, jongen. We moesten... Je zei dat alles goed ging. Dat alles... Alles kon goed gaan, zei je. Ja, wij maken allebei een... Grote fout. Kijk waar we nu zitten. Ja, voor de rest van hun leven. En ik ben hier niet van plan. Ze hebben die lampen gezien. Ja. Die gebruiken ze bij een wietplantage. Oké, Paulus. Yo. Heb je al iets van eten hier geproefd of niet? Nee, maar kijk, die mensen doe ik daar. Het ziet er niet zo lekker uit. Ze gooien het in de prullenbak, alles erop en eraan. Dus nee, ik vind het niet zo lekker, denk ik. Maar ja, ik heb honger, dus we hebben gewoon nu gelijk gehaald. Ik heb geen zin om eigenlijk door te praten nu. Want ik heb gewoon echt honger en dorst en ja. Je hebt eigenlijk alles, ja. Ik eigenlijk ook. Ik heb al wat, maar niet zo heel veel. Dus we kunnen beter maar gewoon gelijk gaan. Nee, prima. Oké, dan gaan we gewoon naartoe. Ik denk dat het daar druk, is. Man. Het is wel druk daar, dus beter hebben ze nog wat van ons. Oké, ja. Ik moet even vragen of... Dus go de eten uit gel. Hé hey, jongens, hey. Heb je nog wat eten voor ons of niet? Privet. Hey, is dat brutaal, vriend, jongen? Wil je eten? Ja, ik wil graag eten, anders vraag ik het toch niet. Ja, kom maar even achterom dan als je zo'n grote bek hebt. Ja, gewoon een beter eten? Ja, zeker. Kom maar mee. Nou, Paulus, kom maar. Nou, je bek hebt. Praat niet zoveel, man. Ga weg of zo, man. Moet je lek prikken of zo, vriend? Gazelle prikken. Oh, hey. Goed eten, zei je? Ja, zeker. Dat doen we altijd. Jullie zijn nieuw, heb ik gehoord, toch? Ja, klopt. Ja. Ah, oké. Okay. Dat is wel leuk. Ja, hier is de kantineopslag. Okay. Kan je misschien ook werken binnenkort. Ja? Mag je? Maar nog één ding. Wat we niet zo fijn vinden als iemand een brutale bek trekt. Oh. Nee, doe normaal. Snap je dat, meneertje? Rustig. Ja, snap je dat, zei ik. Ik snap dat. Sorry. Ik vroeg om eten. Goed zijn gewoon nu. Ja, je moet geen brutale bek hebben, anders is het... Rustig! Ja, sorry. Rustig! Oké, sorry. Rustig aan. Ah, ja. Wat gewoon normaal. Je weet wie hier de baas is, hè? Ja, dat weet ik nu, ja. Dacht het maar dat jullie eten krijgen. Tuurlijk niet, jongen. Oprotten hier. Oprotten. Oké, sorry. Doorlopen jij. Hey, jij ook, man. Hier. Niels, ik heb nog wat eten. Ik heb nog wat eten gekregen van die ene andere gozer. Ik weet niet. Dagen, man. Rust. Ik geef het, jongens. Ik geef je wat eten hier. Okay, en nog wat drinken. Dank. Wat was dat? Ik zou het echt niet weten. Ik zeg je heel eerlijk. Zou we gewoon weer zitten? Nee, ja, we gaan zitten. Ik moet even nadenken. Echt verwarrend. Oké. Wat dan? Iedereen loopt zo gebogen. Zijn ze ziek of zo? Ik had het moeten kosten, of niet? Ja, ik ga het gewoon even proberen te eten. Ja, nee. Ah, ik probeer het nog niet. Ik wacht eerst even op jou. Gadverdamme. Kijk, dan zit het te kotsen aan die prullenbak. Hallo? Hoi. Kan ik bij jullie komen zitten? Ja, waarom niet ook? Kom maar. Oh, oké, bedankt.
Niet naast mij. Oké, nou ja, hij is een beetje apart. Nou, Yo. En wie zijn jullie? Ik ben Paulus en dat is Niels. Ja, wie ben jij? Niels. Aangenaam, ik noem Xander. Oké, aangenaam kennis te maken. Zit jij hier al lang? Ik zit hier al 2 jaar en ik moet nog 3 jaar te gaan. Pardon? Zo. Ja, dat is niet normaal. Zalova, Druzja. Yo! Hoi. Is goed als ik bijkom, zie het? Ja, kom maar. Ja hoor. Oké. Hallo. Yo, man. Hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is Karsten. Karsten, mooi naam. Oké, ik heet Niels. Wat jullie? Ik heet Paulus. Xander. Hallo. Ja. Wat is er? Kom erbij, zie het. Ja, gezellig hoor. Ja, leuk, gezellig. Ja, is normaal. Ja, natuurlijk, is gezellig. Jullie zijn nieuw. Ja, we zijn nieuw. Ja, wat... Wat, waarvoor jullie zit? Hoe lang? Ja, niet zo heel groot of zo, nee, helemaal. Ja, oké. Hij is een beetje bescheiden, zeg maar. Weet je, ik vertel wel even. Kijk, wij hebben zeg maar een geldtransporter overvallen. En het ging dus eigenlijk niet goed, anders zitten we hier ook niet. Ja, we waren bewapend en wij wisten niet dat de politie er was. We hoorden sirenes en het ging vrij snel. We hadden 1 agent, hebben we kunnen vermoorden. En ja, we moesten dan zelf overgeven, want anders waren we sowieso dood. Want ja, ze richtten allemaal pistolen op ons en geweren. We konden niks meer tegen doen. We werden aangehouden, al het geld weg. We hebben echt niks meer. En ja, we zijn hier beland, levenslang. Ja, dat is het eigenlijk. Dat valt wel mee, denk plan, ik. Plan je хорош. Nee. Je moet niet met 2 man transport overval. Nou ja, ze waren daar met in eentje. Dus wij 2 en hun 1. Dus dat leek ons best wel goed, maar ja. Nou, alsnog. Jullie hebben silent. Ik hoor de bel. Wat is dit voor bel? Wij moeten naar cellen. Anders... In de rij staan. Bel? Het is boos. Het is, waarom zo snel al? Ja, ik weet het niet. Het is hier pas net, jongens. Ik heb mijn brood nog niet eens op. Oké dan. In de uitgang. Oké, let's go. Oké. Ja, ik heb een guard gedacht, maar hij reageerde niet heel erg. Hallo, iedereen. Ik ben niet vrolijk. Nee, ik vind hier echt een beetje saai, ik zeg je heel eerlijk. En nu al, ik zit wel 1 dag. Ja, ik wil echt niet meer. Oké, moet ik eroverheen natuurlijk gaan? Nee, oké. Ze lopen hier allemaal gebeugd, jongen. Wat is dit? Zijn jullie ziek of zo? Ja? Is iemand in een hoekje aan het kotsen, zie je? Oh. Wat verdomme. Hey, als je ook mijn schoenen kotst, jongen. Oh. Ja. Gewoon kleppen, joh. Laten we gewoon hier naartoe gaan. Naar, Ja, even kijken, hoor. Oké, nou jongens, ik denk dat wij met z'n viertjes een beetje een vriendengroep of iets in die trend beginnen. Want ik ken hier niemand en ik mag jullie wel, dus ik hoop dat jullie allemaal... Hup, naar binnen! Oké. Nou, En nu, guard? Lopen, vrije voeten. Oké, nou, en Niels, ik denk dat wij naar jouw cel gaan. Jij hebt tenminste wel normaal cel. Ja, jouw cel is zo luxe als mijn. Ik heb echt een rotzo. Ik denk dat ik gewoon dat bedje ga pakken en hier neer ga zetten. Vers water, ook al vind je... ik weet niet wat je vers kan noemen, maar... Nog eens vers water. Ja, nee. Oké. Ik van die kist, maar... Ja, wat een dag, jongens. Dag. Jij bent de hele dag geslapen. Ga je nou op bed liggen dan, jongen? Rot op, man. Dat is mijn bed. Ik ga er even op zitten, jongen. Nou, zit aan mijn voeten eind dan, maar niet bij mijn kussen. Ja, ik mag die Karsten en die Xander wel, man. Die Rus en die Belgen. Ja, weet je, je bent zo alleen in de prison en vrienden heb je nodig. Ik vind dat. Maar we zitten in de prison. Waarom nou zo snel vrienden? Ja, anders ben je ook zo alleen en... Zijn je sowieso met z'n tweeën? Ja. En je weet niet wat voor types hier rondlopen. Daar moeten we ook even over nadenken. Ja. Ja, nee, ik weet het, maar... We hebben de eerste dag al gelijk problemen gehad en
Het gaat gewoon niet lekker, nu al. Eén dag. We zitten hier... Wat? Weet je hoe oud ik ben? Kom op, jongens. Hallo! Oh. So, hoe gaat het ermee, jongens? Ja, goed. Met jou? Dat was niet zo leuk net, hè? Nee. Gebeurde, of wel? Nee, klopt. Dat moet niet vaker gebeuren, lijkt mij, hè? Nee, gaat niet gebeuren. Nou, misschien wat minder brutaal dan zijn, hè? Anders kunnen we zomaar eens... What the fuck? Ja, what the fuck? Is het normaal weer? Hoe is... Hè? Kom je daar, man? Ja. Ja, maar... jullie zijn nieuw dus, hè? Ja, klopt. Ja. Jongen. En, maar... willen jullie misschien wat verdienen hier in prison? Want jij, met niks op zak, ben je wel een beetje te haasje, hè? Ja, wat? Ja, sorry. Oké, dacht ik al. Nou, ik heb misschien wel een aanbod voor jullie, want ja, er loopt hier een beetje, ja... Er loopt hier niet echt iets rond wat je in vertrouwen kan nemen, maar ik hoop dat ik dat wel bij jullie kan. Ja, tuurlijk. Wij zijn heel erg te vertrouwen. Nee. Ja, hoe moet ik dat weten? Hoe kan ik dat zeker weten? Want ik heb wel een mooie deal voor jullie staan. Daar kon je achterkomen. Maar door? Nu nog niet. Ja, door die opdracht te laten komen. Ik heb wel een soort van test. Er loopt een vaag mannetje hier rond in dit celblok. Hij heet druivenpoeder, maar ja. Wie heeft het nou terug? Hij heeft dus ook zo'n vlindermes, zeg maar. Ja. En ja, het is een beetje een vaag mannetje. Hij praat ook zo raar, een beetje een raar accent. Het is een apart type, zeg maar. En het is niet echt dat ik het fijn vind als hij met zo'n mes rondloopt, zeg maar. Ja. Wat ik wil, is dat jullie dat mes van hem stelen. Ik weet niet hoe. Misschien moet je hem, ik weet niet wat je moet doen, hè. Misschien moet je hem wel omleggen, hè? We zitten hier één dag, dus... Omleggen? Misschien moet je hem wel vermoorden? Doe die kun weg, kom. Hé, wat is dat in uw hand?